Hallo dames en heren, welkom bij deze speciale update video. Vanavond is er geen livestream en niet gelijk allemaal getreurd van nee, ik weet het, het is misschien wel een beetje jammer, maar ik heb ook een privéleven natuurlijk en vanavond ben ik er gewoon niet thuis, dus ik kan niet livestreamen voor jullie, maar dat betekent niet dat Pieter, ja, die gaat jullie gewoon helpen vanavond. En ja. Ook al is er geen livestream, toch gaan we iets heel leuks doen voor jullie, want Pieter, ga jij het zeggen of ik? Doe jij maar. Hey. Echt waar? Waarom jij niet? Je bent er zo enthousiast over ook. Ik ben niet zo'n pratende beer. Ja, maar, maar het is wel een van jouw favoriete attracties, toch? Oké, ja. Vanavond ga ik samen met jullie in de dive coaster. En we gaan hem open doen voor jullie. Kijk, hier is dat ook een medewerker. Hallo meneer de medewerker. En die is er ook allemaal bij. Pieter is erbij. Robin is erbij. Gewoon een aantal crewleden. En Pieter zal zo voor jullie de Peter Pan Flight gaan openen. Dat is natuurlijk ook een beetje omdat de baron zijn onderrijd heeft laten geven voor de Efteling. We weten nou baanverloop. En nu vinden we ook dat de dive coaster bij ons weer een keertje open mag. En dat is natuurlijk ook een beetje weer een aankondiging. Dat wij volgende week op zaterdag en zondag een evenement gaan plannen. En dat betekent dat wij dus een planning maken, een evenement voor de hele dag. We gaan attracties openen in het hele piratengebied. We gaan achievements weggeven aan jullie. We gaan coins weggeven. We gaan een livestream doen. Kortom, het wordt zaterdag op zondag een piraten... dagje. Het worden eigenlijk het worden hele piratenweekend eigenlijk in Disneycraft. En omdat jullie zo tof zijn, jullie hebben allemaal piratenskins, een hoop mensen hebben piratenskins, vragen we ook of jullie voor opnames een piratenskin willen gaan aantrekken. En dan gaan wij nog een extra opname doen. Dat is misschien wel een beetje een groepmaakje, omdat ik dus vanavond niet ga livestreamen. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon goed maken. Volgende week ben ik gewoon het hele weekend aanwezig voor jullie. En gaan we dus jullie laten entertainen in dit prachtige gebied. Wat je dus wel kan doen, is in de dive coaster. En dit gebied is allemaal afgesloten waar u nu langs gaat. Het is allemaal afgesloten. Daar kan je niet heen, maar dit gebied kan je dus wel... ja, kijken. En ook deze dive coaster kan je dus een ritje in gaan maken. Dus kom vanavond gewoon om 7 uur. Normale tijd wat ook een livestream doen. Maar ik ben er niet. Maar er zijn wel, Pieter is er sowieso bij. En andere medewerkers. Ja, tuurlijk. Tuurlijk zal dat zeker goed komen. En dan hoop ik dat jullie er vanavond zijn. Ik ben er niet. Maar het komt zeker goed in orde. Ik wou jullie toch even deze update video geven. En ja... Pieter, gaan wij dan even nu stiekem een rondje doen en dan gaan mensen dat gewoon vanavond doen. Is dat goed? Is goed. Oké. Tot vanavond in de server, mensen. Doei doeg! Doei doei!